geweest. Ja, het is toch gelukt, hè? Sorry. Nou, maar we hadden een drukke week, hoor. Dat, ja, mooi. Nou, ik vind het knap, zes. Ja. Het duurt zo lang. Ja. Maar volgende keer Hans belde wel, hè? Oh, nee, dat telefoon, ja, ja, anders was ze de deur ingetrapt. Jeffrey, kunnen wij zo nog even een shot maken? Met... Super vet. Ja, jongen. Ja, ik was een verrassing, hè? Ja! Dat is een verrassing. Knap. Knap. Ja, zo knap. Ja, kaas. Kaas. Cheese. Een beetje ruimte maken, de fiets gaan weer. De rode Batmobile, dat moet weer opruimen. Ja, maar ik ben het wel. Hoi Jeff. Hoi. Sanne. Hallo. Het is allemaal wat. Hoi. En dan is dan... Ja, rustig. Topper. Jawel, het is echt leuk. Ja, wel collectors item, hè. Ik heb toch veel gezien. Show us what you got when the motherfucking beat drops. Ja, daar staan ze. Prachtig! En hoe is dat om zo binnen te komen? Ja, fantastisch. Ja, zo kom je wel, ja, zo word je wel leuk gehuldigd. Ja, want één vraag brandt me eigenlijk op de lippen. Hoe is het leven buiten de bubbel? Ja, lekker. Iets minder voorzichtig en meer genieten nou. En het gaat voor jou, denk ik? Ja, het is heel erg wennen. Het is van, oh, mondkap. Nee. Ja, nu nodig. Oh, ik mag gewoon naar de winkel wanneer ik wil. Oh, fijn. Ja, heel vrij. Nou, ik zou nog uren met jullie door kunnen. Ik heb zo verschrikkelijk veel vragen. Maar het gaat hier natuurlijk ook om de mensen hier. En we hebben hier misschien wel de toekomstige Olympiërs in ons midden. Ik zie daar een hele... Dat kan zomaar komen. En die meisjes en jongens hebben ook allemaal vragen voor jullie. En we hebben drie kinderen uitgekozen die een vraag moeten stellen, mogen stellen. En de eerste is Isa. Dan weet ik niet waar Isa zit. Oh, daar is Isa. Kom maar hoor, Isa. Het is hartstikke leuk hier. Wat wil je vragen? Kom er maar gewoon mee. Is de vraag makkelijker met een medaille of niet? Kijk eens even aan. Kun je vast aan wennen. Waarom ben je overgestapt van fietscross naar baanwielrennen?
Oeh, pijnlijk puntje. Nee, als eerste fietscross is natuurlijk hartstikke leuk. Mijn hart ligt daar grotendeels nog. Daar is alles begonnen voor mij, dus ik ben ook super trots op de lofsprinters hier. En ik ben overgegaan omdat de BMX van fietscross meer naar BMX Supercross ging. En dat ging me niet zo goed af. De beulten werden groter en ik had niet meer zoveel zelfvertrouwen om zo hard over die baan te knallen als dat nodig was. Dus ben ik uitgenodigd op de wielerbaan en ik denk dat het goed is afgelopen. Dat denk ik ook. Heb je er wat aan? Ja. Helemaal goed. En gewoon doortrainen. Ik vind wel dat je Jeffrey de medaille even weer terug moet geven. En dan hebben we ook nog Jasper. Ja, Jasper komt er ook bij. Hoi Jasper. Je kunt nu al zien, hè? Afgetraind. Hij is eigenlijk al klaar. Ik denk over een jaartje of 10. Zie je op de Olympische Spelen. Wat wil je vragen? Wat was jouw droom toen je nog klein was? En dacht je dat je zo ver zou komen? Ja, ik moet zeggen dat ik denk rond dat ik een 8 jaar oud was, eigenlijk al droomde van een Olympische medaille. Toen was fietscross nog niet Olympisch, dus dat was altijd al een beetje van ja, ik doe een sport, dat is niet Olympisch. Toen werd het Olympisch, toen dacht ik natuurlijk wel van nou, dit wordt mooi, de BMX dan Olympische Spelen. Zoals net verteld, overgestapt naar de baan met nog steeds het doel een Olympische medaille halen. Dus eigenlijk echt toen ik klein was, Olympische Spelen gekeken, ik denk zo'n beetje jullie leeftijd ook altijd. Olympische Spelen gevolgd en dat is zo'n prachtig groot feest en zo'n prachtige wedstrijd met alle landen bij elkaar, alle disciplines, alle sporten bij elkaar. En dan ja, eigenlijk is het hoogste podium van de sport en daar een Olympische medaille halen, dat is van jongs af aan al een droom. Ja. Hij is tevreden. Heel goed antwoord. En ik heb er nog één op mijn lijstje staan. Je hebt ook een brandende vraag. Julie. Wat is je beste advies wat je ooit hebt gekregen? Advies. We zitten te wachten op jouw advies nou. Ja, mijn vader zal gewoon goed je best doen. Dat is denk ik altijd het beste advies. Over de jaren heen zoveel adviezen gehad. Daar moet ik even heel goed denken. Weet jij er niet een? Ja, wat zeg je? Ja, volle consequent. Want met zijn Duitse accent zat hij altijd alles volle consequent. En dan wilde hij gewoon alles erin en gewoon door. Ja, altijd alles geven, 100%. Dat is hem. Alles, altijd alles geven, 100%. Kan zo op een tegeltje. Hè? Dankjewel, jullie. Nou, ik hoop dat jullie een beetje wijzer zijn geworden. Want ik heb een volgend iemand die jullie graag wil toespreken en dat doet ze namens ons allemaal, namens de hele gemeente Helmond, waar jullie ook weer gaan wonen, heb ik begrepen, wat heel gezellig is, leuk is, fijn is. Ik mag haar aankondigen, zeg haar dan namens ons allemaal iets tegen jullie zeggen, onze burgemeester Anneke Raaf. Allereerst wil ik jullie namens de gemeente Hellendoorn dan ook heel hartelijk feliciteren met jullie Olympische medailles. Echt geweldig. En dat daar enthousiast op werd gereageerd, dat hebben we kunnen horen en dat hebben we ook kunnen zien. Moeder Ans ging helemaal uit het dak. En dat enthousiasme, dat ging viral. Jeffrey, dat enthousiasme heb jij overigens niet van een vreemde. Want toen Sanne goud haalde, rende jij als een dolle over dat middenterrein. En terecht. Want Sanne, jouw voorgeschiedenis was dan ook heel bijzonder. Een hartaanval een jaar voor de Spelen van Rio en dan nu Olympisch goud halen op de keirin is natuurlijk echt geweldig. Jeffrey, dat zilver haalde je bij de individuele sprint en aan Harry Lafrijze moest je het goud laten. Dat was voor jou een teleurstelling. Dat hoort ook bij een topsporter. Jullie zijn wel een voorbeeld voor veel sporters om als je talent hebt, heel veel traint, al heel jong begint, want dat zagen wij ook al. Je werd al op je vierde
kampioen. En jij zag ik ook al als klein meisje op de fiets. Dan moet je wel jong beginnen, maar heel gedisciplineerd leven. En als gemeente Hellendoorn zijn we natuurlijk ook super trots dat jullie binnenkort in onze gemeente in Haarlem komen wonen. Goed, als gemeentebestuur hebben we ook nagedacht over een cadeautje. Jullie zijn al koninklijk onderscheiden. Jij hebt de erepenning al, Jeffrey. Dus we hebben iets heel anders bedacht. In Haarlem woont cartoonist Leo Kemper. En we hebben hem gevraagd een cartoon van jullie voor jullie te maken. En daarop zijn jullie te zien als de koning en de koningin van het baanwielrennen. En ik hoop dat jullie dat een leuk plekje in jullie huis geven. Wat jullie straks op het scherm zien is nog niet helemaal af. Ik geef jullie wel het goede exemplaar. Er komt er nog wat, maar in elk geval heb ik ook bloemen voor jullie. Vind jij leuk, toch? Oh, ik ook, ja. En nogmaals heel hartelijk welkom in onze gemeente. Dankjewel. Dankjewel. En ik zou graag nu moeder Ans even naar voren willen halen. Zou je dat nog niet? Ze is ook te verstaan zonder microfoon. Dat heb je wel gemerkt. Ans, we hebben van jouw enthousiasme genoten, maar daarom haal ik je niet naar voren. Ik haal jou naar voren omdat jij symbool staat voor al die ouders die altijd maar weer klaarstaan om hun kind te laten sporten. Want dat geldt bijvoorbeeld naar de trainingen brengen. Hier zitten heel wat kinderen die sporten en die hebben ouders nodig die ze naar de training brengen, die met hun schema's rekening houden. Noem maar op. Dank jullie wel, ouders. Dank je wel. Ja, mooie woorden. Ja, toch? Wil je nog wat zeggen? Nee. Het mag hoor, je hebt nu een podium, hè? Maar het was natuurlijk ook met mijn vader, die altijd heel rustig erbij zat. Ja, ja. Op de stille harde werker op de achtergrond. Zeker. En die heeft iedereen nodig. Ja. Klopt. Ja, dan, we hebben de burgemeester gehad, maar zoals je weet hebben we ook wethouders in de gemeente en daar is er één die is verantwoordelijk voor de sport. En die wil jullie ook nog iets toespreken, die wil jullie toespreken en ook nog iets overhandigen. Ik mag de wethouder van sport, meneer Nijhoff, Henk. Jeffrey en Sanne, daar staan we dan in Nijverdal. Je hebt hier heel wat kilometers liggen bij de logsprinters. Jouw bakermat zou ik haast willen zeggen. En ik ben wel benieuwd naar, heel veel van die sprinters, net zoals jij, komen uit die wereld. Hoe komt het eigenlijk dat BMX'ers vooral naar het baanwielrennen toe gaan, terwijl de veldrijders toch vaak naar de weg gaan. Hoe dat komt? Ja. Nou ja, ik geloof gewoon dat BMX een hele mooie basis is eigenlijk voor alle motorische dingen en sporten in het leven. Je leert zweven door de lucht met een fiets, je moet hard accelereren uit startplanken, je bent explosief. Ja. Je hebt te maken met allerlei teleurstellingen of overwinningen of van jongs af aan. Je kan het al vanaf jongs af aan doen. Je leert gewoon skills voor het leven bij het BMX. Ja. En ik heb het perfect om kunnen zetten na het sprint op de baan. Sanne, jij bent volgens mij op de weg begonnen, of niet? Ja, dat klopt. Ja. En je rijdt nog steeds op de weg?
Ja, als ondersteuning van de baanrennen eigenlijk. Ja. Oké. Dus je hebt een andere vooropleiding dan Jeffrey? Ja. Er was niks van te melden. Dat is mooi. Ja. Hey, ik vind het ontzettend leuk om even met jullie gesproken te hebben. Je weet waarschijnlijk dat de logsprinters een nieuwe baan krijgen. Ja, daar ben ik heel blij mee. Daarom kom ik hier ook weer terug. Ja, ja. Je gaat weer terug naar de baan. Ja, ik ga zeker de baan proberen. En als laatste... Het is redelijk zwaar. Het is een baanrenner uit de tijd van Morlon. Die bekende Franse voorganger van jou. Daniel heette die, geloof ik, hè? Ja, ik ken niet zoveel van 65 tot 75, 9 keer wereldkampioen. Probeer mijn eigen geschiedenis te maken. Ja, precies. Dat is de fiets uit die tijd, maar het is een baanwielrenner. Ik hoop dat hij een mooi plekje krijgt bij jullie op de schoorsteen in Haarlem. Zeg hem maar in Sanne. Ja, we hoeven bijna zelf niks meer te kopen, denk ik. Alsjeblieft. Dank je wel. Ja, even een mooi fotomomentje. En dat geeft mij dan de kans om het officiële gedeelte een beetje af te sluiten. Fantastisch dat jullie op zo'n korte termijn hier wilden zijn. Hartstikke fijn. Ja, hier had ik me natuurlijk op voor kunnen bereiden. Dat heb jij natuurlijk wel gedaan, hè? Nee, ik ben natuurlijk ook ontzettend trots op de gemeente Hellendoorn. Ik heb hier mijn hele jeugd en mijn leven doorgebracht. Ik vond het verstandig om naar Apeldoorn te gaan, om dichter bij de wielerbaan te zijn en te trainen voor dit goud samen met mijn vriendin. Waar ga ik heen met het verhaal? Dat ja, ik zoveel te danken heb aan deze gemeente ook eigenlijk en ik het zo fijn heb hier altijd en zo leuk. En eigenlijk jarenlang al gehuldigd en genomineerd en het went nooit. Ik ben altijd ontzettend blij dat de gemeente zo met mij is omgegaan en mij zo heeft gesupport. En ik hoop dat de gemeente dat blijft doen voor de rest van de generaties ook. En ik ben ontzettend trots op mijn medailles. Helaas is de eentje zilver die al goud had kunnen zijn. Dat is een beetje zuur, maar ja, zoals ik tegen de burgemeester had gezegd, daar ga ik heel trots op zijn later. Maar ik ga het eerst nog proberen in Parijs beter te doen. Oh, en volgens mij had een vriend van mij ook nog een vraag, maar die... Oké, was beter van het, oké. Nou ja, het klinkt als een hele gezellige en fijne gemeente om te mogen gaan wonen. En als ik de verhalen van Jeffrey hoor. ik kan eigenlijk niet wachten. Ja. Nogmaals hartelijk dank dat jullie hier waren. En Jeffrey, je moet wel onthouden, er is altijd dus nog verbeterpotentieel. Het is ook fijn dat je nog iets hebt om naar te streven. Bedankt dat jullie hier waren, bedankt dat jullie hier allemaal waren. En ik zou zeggen, tot over 4 jaar, als we de volgende... 3, sorry. Tot over 3 jaar, wanneer we weer bij elkaar komen om deze kanjers te huldigen. Dank jullie wel.